Top of the World. De Imagine Dragons waren dat. Hilde Marijn Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Elke ochtend rond dit tijdstip schuif jij even aan. Met een tussenstandje, want jij bent van Donate the Gift. Ja, 5302. We gaan de goede kant op, hè? Ja, we gaan waanzinnig de goede kant op. We zijn hartstikke blij mee. Ja, je hebt een lijstje met de cijfers per... Klopt. Inzamelpunt. Ja, laat horen. Ja, echt helemaal bovenaan. Nou nee, laten we onderaan beginnen. Sorry, laten we het opbouwen. Ja. Onderaan staat Leiden met 180 cadeautjes. Maar het goede nieuws is natuurlijk dat vandaag... Fred Zuiderwijk gaat naar Leiden. Dus... Vol enthousiasme. Dus vol enthousiasme. Die komt met tassen vol terug. Precies, ja. En die doet dat zo goed. Dus daar gaat het vast vandaag heel veel beter. Op de tweede plek staat Gouda met 280 cadeautjes. Ja. En ook daar is Fred nog niet langs geweest. Derde plek Delft met 289 cadeautjes. De derde plek van onder, ja. Ja. En daarna Zoetermeer. En die gaan echt waanzinnig goed. Die hebben 730 cadeautjes binnengebracht. Dan komen echt de toppers. Als eerste het Atrium met 1025 cadeaus. In het stadhuis, aan het Spui, in Den Haag. Precies. 1000, meer dan 1000. Wauw. Ja, dus die gaan echt heel erg goed. En dan natuurlijk helemaal bovenaan, wellicht geen verrassing, Omroep West. En Den Haag FM. Ja. En Den Haag FM. En die zitten op 2658. Wauw. Nou, het gaat om het eindresultaat natuurlijk, alles bij elkaar. Ja. En dan zitten we ruim op de 5300. Zeg, je hebt natuurlijk een beetje een overzicht van alles. Waar is nou nog het meest behoefte aan op dit moment? Kindercadeautjes, tienercadeautjes, mannen, vrouwen? Nou, we merken toch inderdaad dat voor de tieners echt nog wat aandacht nodig is. Voor zowel de meisjes als de jongens. En heel specifiek hebben we ook nog echt cadeautjes nodig voor volwassen mannen. Daar wordt ook nog niet heel veel voor ingezameld. Ja, wat koop je voor een volwassen man, Marjolein? Voor een volwassen man? Ik denk een lekker geurtje of een spannend boek of een leuk magazine of zo. Absoluut, en inderdaad. En wat koop je voor een tiener? Ja, dat vind ik ook moeilijk. Voor een tiener, bijvoorbeeld voor een tienerjongen, kan je ook denken aan een voetbal of een basketbal. Je kan denken inderdaad ook weer aan een lekkere douchefris met een deo. Dat soort dingen. Meisjes? Meisjes. Kettingjes of zo? Kettingjes. Of daarvoor geldt ook een leuke tijdschriftenbon. Oh, daar doe je natuurlijk ook altijd een enorm plezier mee. Dat mag ook, ja. Ja. Er komen natuurlijk heel veel mensen langs. Sommigen ook met hele mooie verhalen. Mensen die heel enthousiast reageren. Noem eens één voorbeeld. Hilde Marijn. Nou, wat wel heel erg leuk is. We hebben in Zoetermeer één vrouw. En die komt gewoon elke dag meerdere keren langs. Om toch nog iets te brengen. Echt waar? En ze wil helemaal anoniem blijven. Ze komt dus elke keer niet op de radio. Terwijl we haar natuurlijk heel erg graag haar mooie verhaal willen vertellen. En willen omarmen. En omarmen. Dank, maar zij zegt elke keer, ik vind het zo belangrijk dat dit gebeurt en dit moet blijven bestaan. En elke dag heeft ze dan toch weer nog iets gekocht wat ze even komt langsbrengen. Mooi, mooi. Dat maken we hier ook mee, dat mensen binnenkomen. Een beetje schuchter dan een tas afgeven. Nee, je hoeft niet in beeld. Nee. Dat mag hoor, je hoeft niet in beeld. Het mag natuurlijk wel. Alle cadeaus zijn welkom. Hilde Marijn, we gaan er weer een mooie dag van maken. Zeker. En op naar de 10.000, hè? Ja, ja. Gaan we het redden? Dat hoop ik wel. Dus jongens, kom allemaal langs, hè? Want we zijn op de helft, we hebben nog 2 dagen. Dus ook jij die in de auto zit op dit moment, rij even langs bij Omroep West of bij een van de andere inzamelpunten en kom een cadeautje langs brengen. Wij zitten aan de Laan van Schavemade, nummer 2, vlak bij Drievliet, langs de A4 en de A13 bij knooppunt Ypenburg. Iedereen is welkom.